Timmermans, ja, dat is toch wel, zeker voor de mensen aan de rechterkant van het spectrum, een, lijkt het een bedreiging. Ja, en, die reageren in ieder geval alsof die heel bedreigend overkomt. En die hebben al aangekondigd van we gaan hem flink aanpakken en we gaan hem... Nou, laten ze dat vooral doen, maar laten ze dat doen met argumenten. Misschien kan het iets minder van linksgezever, een vijand van de democratie. Boswachter. Wat heb ik al niet gezien voor rare opmerkingen die nergens op slaan. Dat hij levensgevaarlijk is. Ja, elke. Ja, levensgevaarlijk, ja. Ik vond ook die lui van, hoe heet dat programma? VI. Ja, je zet jezelf toch wel te kijken. Als je dit soort van dingen vertelt, dat je hem van tevoren kapot gaat maken. Jongen. Ik bedoel, dragen deze lui de Nederlandse democratie een goed hart toe? Dat vraag je wel een klein beetje af. Of aan de andere kant is het natuurlijk zo, de kijkers van dat programma, dat zijn toch niet zulke linkse stemmers, denk ik. Dus het zal er niet van komen. Maar misschien dat ze zich nog herinneren, die Europese verkiezingen van, wanneer was het, 4-5 jaar geleden. Ja, ja. Waarbij de VVD eigenlijk al bezig was om de laaghangende pruimen te plukken, om het maar even zo te zeggen. En dacht zo, we zijn ermee klaar. En toen deed Timmermans mee en dat was een enorm succes, want de Partij van de Arbeid werd de grootste bij die gelegenheid. Klopt, dat hebben we de vorige keer besproken. Dat was die strijd die toen in de media gevoerd werd tussen de VVD en Forum. Ja, en die bleek nergens op te slaan. Nee. Dat was wel vermakelijk natuurlijk. Ja. Maar het is wel een, niet alleen deze mensen, die mensen van VI, maar we hebben het ook op andere, de Telegraaf doet er ook aan mee. Ja. Weer Duk, weet ik eigenlijk niet zo, maar die zeggen allemaal Timmermans. Ja, de Telegraaf, dat weet je. Kijk, de Telegraaf is een relletjeskrant. De Telegraaf is een krant van boze forenzen, altijd geweest. De Telegraaf heeft toch ook niet een geweldige reputatiepolitiek gesproken, zou ik zeggen. Nou ja, als je dus kijkt naar... De Telegraaf is... twee dingen tegelijkertijd, namelijk een rellerige krant van boze forenzen en tegelijkertijd is er een financiële Telegraaf die, naar ik begrepen heb, heel deskundig in elkaar wordt gezet, heel verantwoordelijk is, niks mis mee. Het zijn meerdere kranten in zekere zin. En dat is natuurlijk een deel van de abonnees, komt nooit aan de serieuze stukken toe, want die willen nou juist die... Van al dat gescheld, dat willen zij graag lezen. Maar denk je niet dat het sentiment dat zij maken over kan slaan op de rest van de samenleving? Ik denk het niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Dat is tot nu toe niet gebeurd in ieder geval. Laten we zeggen dat mijn buren en overburen in deze straat plotseling zullen besluiten om ultra-rechts te stemmen. Dat wilde bij mij niet zo in. Nee. En ze hebben natuurlijk het volstrekt. Ik denk dat je nog steeds die 75% kunt aanhouden. We weten natuurlijk helemaal niet wat Omtzigt gaat opleveren. Overigens, mijn indruk is dat rechts-Nederland denkt dat Omtzigt ontzettend rechts is. Dat is die volgens mij helemaal niet. En Omtzigt is ook iemand die in het centrum, hij was niet voor niks een CDA-prominent, zit iets aan de rechterkant van het centrum. Maar ik zou hem niet als radicaal willen omschrijven. Ik weet niet of ik denk dat mensen zich daar lelijk in vergissen, eerlijk gezegd. Wat is jouw advies voor Timmermans? Hoe kan die, kijk, niet dat hij advies nodig heeft, maar hoe kan die nou het beste omgaan met deze aanvallen van... Verstandig en rustig blijven, dat lijkt mij het beste. In de tijd natuurlijk bij die Europa-verkiezingen heeft de SP vol ingezet. Op een soort vernietigingscampagne van Timmermans, weet je wel, met dat spotje en zo. Nou ja, dat heeft volledig contra resultaten opgeleverd. Men vond het kwalijk en men vond die verdachtmaking idioot, het spotje idioot. En de SP heeft er veel meer last van gehad. Sterker nog, de voorzitter en de maker van die campagne, die moest opkrassen. Ja. Terecht naar mijn idee. Je hoort wel toch, tenminste als je zo met mensen praat over politiek, dat ze in Timmermans wel veel vertrouwen hebben. Hij heeft het netwerk, hij heeft de ervaring. Mensen zien hem wel als premier. Ja, dat moet zeggen, daar zit ook wel wat in, toch? Ja, hij heeft toch jarenlang in Brussel een prominente rol gespeeld. Hij was ooit minister van Buitenlandse Zaken. Heeft hij wel eens iets gedaan wat niet verstandig was? Ja, natuurlijk. Ja, wie niet? Ja, ik kon net zeggen, noem mij de politicus die nooit iets onverstandigs heeft gedaan. Ja. Dat zijn er niet veel. Nee. Aan de andere kant hoor je dan ook mensen die zeggen van ja, het is dan wel een witte man en hij is best wel oud. Witte man. Ja, dat vooral het argument oud vond ik echt ijzersterk.
Hij is 62 bij mijn weten. Dat is tegenwoordig hartstikke jong. Ik word 80. Hè? En het, nou ja, betekent dat dat, nou ja, volgens vele twitteraars betekent dat dat ik inderdaad absoluut niet goed bij mijn hoofd ben. Hè? De ernstige vormen van dementie vertoon. Nou ja, allemaal in het kader, niet waar. Het grote kader van het schelden. Zonder enige argumentatie van betekenis. Maar 62. Wat was nou onze succesvolste minister-president na de Tweede Wereldoorlog? Dat was Drees. En die werd er toen hij 62 was. En hij heeft het 10 jaar gedaan tot hij 72 was. Dus laten we nou, dit is ook weer, daar heb ik al eerder over geklaagd. Dit is nou echt leeftijdsdiscriminatie van ergens denkbare soort. Denk je nou werkelijk dat iemand, een man van 41 inherent beter is dan een man van 62 met enige ervaring? Geloof je toch zelf niet? Nou, het gaat ook om het beeld wat je uitstraalt. Hè? Het is weinig inclusief, zeggen mensen. Niet zozeer vanwege de leeftijd, maar vanwege dat die man is. Kijk, je zilkes. Voor mij hoeft het niet zo erg inclusief allemaal te zijn. Het gaat toch om of iemand bekwaam is, ja of nee. Of je mag ervan uit mag gaan dat hij de beoogde functie. Ja, hij beoogt het nog maar, is het niet. Moet je ook nog maar even afwachten hoe de hazen lopen bij die verkiezingen die we nu krijgen. Het lijkt mij dat hij in geen enkel opzicht gedisqualificeerd zou kunnen worden op basis van leeftijd. Ja. Wat denk jij dat hem drijft om dit te doen? Laten we eens een positieve conclusie trekken. Want je begrijpt dat de meeste mensen zeggen ijdelheid, geldzucht. Ja, dat begrijp je al helemaal niet natuurlijk. Iemand als Timmermans, als die wat andere dingen zou gaan doen na zijn EU-carrière, ongeveer 5 keer zoveel geld zou kunnen verdienen als minister-president. Want dat is ook maar 189, wat is het tegenwoordig? Geen idee. Ja, verder dan een tweedehands saap kom je er niet mee. Dat is wel gebleken. Ik denk dat hij nog wel een rol wil spelen in de Nederlandse politiek. Ik denk dat hij, naar mijn idee, terecht bezorgd is over de wijze waarop Nederland zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 25 jaar. Laten we zeggen, ruimschoots sinds het optreden van Pim Fortuyn. Of hij denkt dat hij daar wezenlijk iets aan kan veranderen, weet ik niet. Maar hij zou een bijdrage kunnen leveren aan dat veranderingsproces. En hij zei eens, naar Europa, weten we dat nou zeker dat hij na deze termijn in Europa sowieso uitgespeeld is? Ik denk het wel, want dit was al zijn tweede termijn. Ja, maar zijn er max 2 termijnen in? Volgens mij we weten wel, ja. Ja. Nou ja, goed, hij is nu 2. Ursula kan door, want die heeft nog een termijn te goed, toch? Volgens mij wel. Ja, ja, die kan nog een. Klopt, daar hebben we het eerder over gehad. Die kan de termijn door. En Timmermans is nu 62. Dus nou ja, stel dat hij premier wordt, dan is hij 66, 67 als hij klaar is. Nou, ja. Prachtleeftijd. Dan ga je net de AOW trekken. En niet voor niks is de AOW opgeschoven. 67. Ja. Ik moet het wel nog zien dat als hij de oppositiemankjes ingaat, of hij dan weer in die Tweede Kamer gaat zitten. Geen idee, ik hoop van wel. Dat is toch wat je de kiezers belooft. Hij heeft het wel gezegd, hè, dat hij het zou doen. Maar goed, dat kan ook allemaal retoriek voor de verkiezingen zijn. Misschien komt hij wel in de Kamer terecht als oppositieleider. Dat kan. De Nederlandse politiek is zo instabiel. Vertel mij wat voor kabinet er komt. En we hebben die tellingen al een beetje uitgevoerd. En niks, er zit niks, nergens zit nee. Er een combinatie in. Wat je van ja, dat staat als een huis. Die hebben ook niet 76 zetels, wat al die kabinetten de laatste tijd altijd hadden. Maar bijvoorbeeld dik 80 of zo, 85. Je kunt daar een beetje mee vooruit. Nou, dat zie ik 1, 2, 3 niet zitten, nee. Ja. Nog over rechts, nog over links. Ja. VVD heeft wel een sterke troef natuurlijk met Jezilkes. Die kunnen natuurlijk zeggen, los van nou, de inhoud. Nou, dat weet je niet, dat moeten we nog even afwachten. Minder ervaring, maar wel een dame. Ja, het is een vrouw, al ben ik. Ja, ik heb bezwaren tegen dit soort van. Dat je bij voorbaat stelt van. Het moet een vrouw zijn, of het moet een bejaarde zijn, of het moet een man zijn. Dat, ik ben daar niet gelukkig mee. Gaat u mij wat bezorgen? Ja. Ah, hallo. Kijk. Hey. Tom. Hi. Ik was in de buurt, dus ik kon het wel even brengen. Fijn, dank u wel. Ja. Als ik hier nou maar lang genoeg blijf zitten, dan worden er steeds meer geschenken aangeboden. Ja. Vanaf de straat. Dank u wel. Ja. Hoi, hoi.